Oké, hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Wacht, dat even op. We staan bij de KFC, want we gaan een KFC mukbang doen. Ja. Maar ja, wat een kut, wat gaan we bestellen? Ja, er staat niemand achter ons, dus... Kan het ding niet zijn? Taart. Ja, dat bedoel ik. Kan je niet goed? Oh! Nou! Oké, wat gaan we eten, kut? Oké, ja. Oh, dat is inderdaad kipstuk, denk ik. Oh, maar kipstuk zijn gewoon kip. Ja, ik zit met alles. Buxyshare. Ja, ik snap er niks van. Ja, ik heb zoveel honger. Dat is niet normaal. Ja, moet je opeten. 28 stukken. Ja, dat is best wel normaal, toch? Nou, ik kon nooit bij de KFC. Ik snap dit. Ja, dit is ook... Kom, we vragen het wel. Ja, vraag maar. Goeiedag, welkom. Hi. Ik wil één zo'n chicken share box, wat daar aan de weg staat voor 10 euro. Sorry, welkom. Aan de weg staat daar zo'n chicken share box van 10 euro. Ja, kut. 16 hot wings, 6 kipstukken of... Ja, 16 hot wings. Ja, zijn nog iets. Van die popcorn... Sorry? Hoe noem je dat? Die popcorn kip. Oh, chicken popcorn. Ja. En kan je ook gewoon 6 losse crispy tenders? Of hoe? Ja. Ja, dat wil ik ook. Wil je nog iets? Nee. Ik heb een drinken meegenomen. Oh, ik wel. Wil je drinken bij je? Ja. Top, dat deden we wel. Oh, ik moet even mijn telefoon voor die coupon en betalen. Ja, betalen. Waar is mijn telefoon dan? Ja, ook wel op betalen. Waar is mijn telefoon? Ja, maar waar is mijn telefoon? Oh shit. Of moet ik dat nog laten zien? Nee. Wat dan? Wordt 18,90 stukje. Ja. Oh, ik moet even mijn telefoon betalen dan. Heb je die bon al gedaan? Oh, is die coupon al gedaan? Sorry? Die coupon? Ja. Oh, oké. Okay. Koken en baden. Ja. Is het echt gewoon in een bad en een koken? Nee, ja. Badkamers en keukens. Oh, oké. Okay. Bedrijf. Oké. Okay. Kom maar, het is echt view op ons. Oh. Slim. Ja, dankjewel. Tot snel. Doei. Wat zegt hij? Is dat nou echt? Oh my god. Oh, zacht! Kijk, ze zaten onze fixen. Zag je dat? Nee. Er zaten echt 5 jongens in. Nou, ik denk 20 jongens. Oh nee, ze gaan hier staan. Ja. Nee hoor, dat is heel awkward, want we zaten met sowieso die kamer. Oh, oh nee, ze gaan weer gaan. Nee, ze gaan weg. Oké, okay, jongens. De mukbang, nou, een flesje water, die hadden we al. Ja. Oh my god. Hele zak met vrezen. Oké, okay, maar om er een hele leuke draai aan te geven en ja, wat we altijd zien op van die mukbangs. Ik doe hem gewoon af. De cheese dip. De spicy chicken cheese of zo. Ja. Dat zie je altijd. Oh, is... Wat dicht. Ja. Schattig. Cute. Moet ik zien. Ik moet even een thumbnail maken. Dat is maar 18 euro. Ja, dat is echt niet veel. Dus gender chips. Die zijn ook niet duur. Nee. Ik heb wel een lepel. Die is wel. Je moet even kijken. Even jij, ja, verroer. Oh, yes. Sorry, ik heb het zelf. Nou, zo'n beetje. Ja, proef eigenlijk niet eens, maar proef maar. Naar niks? Naar niks? Het smaakt niet... Het heeft niet een hele sterke smaak. Nee. Zo een beetje. Nou, we hebben dus, als je nog niet had gehoord net, popcorn, chicken. We hebben chicken tenders. Kom, we moeten even een thumbnail maken. Oh, die zien er koud en lekker uit. Wow, we hebben echt heel veel hot wings. En dit voor 18 euro. Nou, meestal is het best wel duur, maar... Ja, meestal kies je wel duurder. Let eat, maar... Kijk, hier is veel mooier licht dan hier. Nou, ja, maar ik vind het beter achterin. Dan ben je nog een beetje donker. En dat is zo fel. En dit ook. Waar gaan we het neerzetten? Proberen met kaas. Ik ook. Oh. We hebben echt veel voor 18 euro. Mmm. Ze hebben normaal helemaal geen saus. Nee.
Ze vragen helemaal niet om saus of zo. Mmm. Heel lekker. Dit is top. Oh mijn god, ik had zoveel eten nodig. Mmm. Het valt er helemaal door af. Mmm. Ik ben benieuwd of wij. Of mensen uit Nederland die jou kijken ook denken van. Oh ja, yeah, cheesy. Ja. Ja, dit is heel Amerikaans. Nou. Zeg maar. Als je Amerikaanse mukbangs kijkt, dan zie je dit alleen maar. En wij vinden dat zo lekker. Ziet er zo fantastisch uit. Gewoon lekker kaas. Oeh. Dat was niet scherp. Nee. Auw. Kijk die cheesy. Als je meer hebt, proef je het wel. Klopt. Zo. Ik heb echt gelijk een pittig stuk. Ja, maar hot wing. Het is zo zacht, die kip. Ja. Dit is eigenlijk precies hetzelfde als dit. Ja. Alleen dan rond. Ja. Maar ik hoefde die coupon helemaal niet eens te laten zien. Nee. Ik kan ook gewoon zeggen, ik heb een coupon voor alles. Gooi er maar op. Ja. Ik ga een popcorn nemen. Nou, dan weten ze gewoon dat je die app hebt. Nou. Dus dat is al gewoon. Oh. En? Dit is crispy, proef maar. Ik hoor ook niks. Gewoon een balletje. Ah, ik vind het een beetje pittig. Ja, wel een beetje pittig. Nou, wel lekker. Ja, ik had zo knapperig verwacht. Ja. Maar wel lekker met die saus. Ja. Ik ben echt een saucy girl. Ik ook. Ik hou van saus. Sommige mensen houden niet van saus, maar elke saus heeft een andere smaak. Ja, maar hoe kan je niet... Ik hou gewoon... Het liefst doe ik saus op alles wat ik eet. Maar niet uit gewoon... Al is het iets van een soort saus. Nou. Nou. Gewoon... Wat is het? Creme fraiche. Kaassaus. Kaassaus. Groentesaus. Nou, maar mijn moeder doet het dus niet. Mijn moeder ook niet. Mijn moeder vindt het wel ongezond. Ik ook. Dit tegen moeder, lekker bloemkool met kaas. Ja, nee, doet ze niet. Nee, currysaus maakt ze altijd zelf. Nee, dat doet ze ook niet. Oh nee. Oh, dit, ik wist echt niet dat dit zo. Hoe was? Rommelig was. Man. Het hele auto weer vies. Zo! Pittig. Pittig, hè? Ja. Het is pittig als normaal. Misschien ook omdat je gewoon opeens. Van normale kinder. Mm-hmm. Je moet nu opeens gaan overgeven, hè? Nee. Nee, hoe doen we dan? Zo, de vorige jongens had ik KFC op. Dus als we naar thuis zijn geweest, ik had alleen wat gedronken. Ik had helemaal niet eens veel gedronken. Oh ja. En toen. Nee, inderdaad. Heb ik de hele nacht gekotst. Niet normaal. Ja. Maar daar hebben we ook iets gegeten. Weet je nog? Ja. Ik heb het ook wel eens hoor. Die kip is zo lekker zacht. Ja. Oei. Maar ze wil zeggen, Isabel, het vreet even is. Echt? Nou, maar ik zit ook echt de schrans hier hoor. Het is wel echt lekker. Ja. Echt veel. Ja, veel. Veel te veel. Ik schrijf het nog, maar jij hebt honger. Ja. Maar ik vind het te pittig of zo. Ja, maar ik moet even doorheen bijten. Wow, ik raak er niet aan. Is het. Ik ben zo blij dat het gewoon langer licht is. Mm. Oh, kut. We moeten eigenlijk iets van vragen hebben. Ik kan nu nog eens zo. Zullen we mijn Insta doen? Ja. Follow me in Instagram, Sarah Verboerd. Isabella DHL. Ja, hoezo verander je naam iets? In? Isabella Den Haan. Oh nee, gewoon Isabella DHL-streep heet ik. Dat is je snap. Ja.
Oké, okay, ja, wacht, stop even met eten dan. Dan zit alles alweer op te vragen. Ja, je moet een halve blokje laten liggen. Ja, wat rustig is, jij zit zo te eten. Je mag niet. Nee. Een halve maanhoofd. Gekker. Isabel, stop. Oh, we zijn ook dat we aan het filmen zijn. Oh, maar dat schermpje staat wel deze kant op. Dus wij zien onszelf en ze zien zeg maar ons niet. Nee, oké, okay, dat is goed. We zien wel een camera staan. Ja, dus. Mij, hè? Wat voel je mij dan wel, ja? She's calling. Ze gaan naar binnen. Ook echt weer zo'n lease auto. Oh ja, ik was zo stoer te doen met, oh, ik heb een dikke merrie. Maar zag je die jongens niet? Ze gingen kaart toeteren naar ons. Ja. Ach, niet crispy. Nee. Gewoon een kauwgombal. Ja, dat is gewoon echt zacht. Leuk. Ja, help je mij niet. Ja, dat zie ik nu pas. Ja! Oké. Vanavond gaan we uit. Nou, niet echt uit. We gaan niet eens helemaal leuk uit. We gaan gewoon naar een verjaardag. Dat is wel leuk. En dan komen strippers. Dus als je het wil zien, check mijn weekvlog. Mhm. Ah. Dat is sowieso gefilmd. Mmm. Ja. Mooi dan. Hiervoor ook een video, een McDonald's. Letting the person in front of me. Mm. Dus de persoon voor ons gaan we. Oh, dat hadden we ook kunnen doen. Maar ja, stel ik krijg geen kip, dat is kut. Nee, inderdaad. Ja. Gaan we dit ooit opkrijgen? Ja, niet. Maar het is nog maar 5 uur. Dus misschien om 7 uur hebben we wel weer honger. Ja, kunnen we gaan opwarmen. Ja. Weet je, je ouders gezegd dat ik in Kiefje ben geweest. Mm-hmm. Nee? Nee, mijn vader gaat sowieso zeggen, jij moet het doen. Maar ik zei het voor de video. Ja. Ja, dat is nog. Zei al, eet gewoon een keer thuis. Met opa en oma komen eten. Oh ja. Maar dan kunnen we ook bij jou misschien even opeten. Dan zien we opa en oma ook nog. Ja. En dan gaan we haar feunen even. En Isabel is mijn nichtje, ja. Ja. En mensen die het weten. Dus we hebben zelf opa en oma. Dat is wel leuk. Dus die komen bij haar eten en dan kunnen we haar feunen. Maar die zouden er nu denk ik wel bijna zijn. Want opa, ja, 5:30 komen ze al. Ja, die moet eten en naar bed. Naar bed. Maar ik ga me wel opnieuw opmaken hoor voor vanavond. Ik ook. Ik heb sowieso de vraag waar dat jasje van is. Ja. Dat weet ik nou nu al. Dit jasje. Dit is ook van de Shine. Deze. Dit is van Shine, ja. Maar hij is helemaal linkje uitverkocht. Oh zo. Ja. Hoe vaak eet je Mac? Dat zegt Lucas. Oh, Lucas. Oh. Wat is PM? Privé message. Zegt, hoe vaak eet je Mac? Nooit. Nou, ik toevallig afgelopen week 2 keer. Dan kan je heel lang naar. Maar daarvoor nooit. En bijna nooit. Ik ook niet. Ja, en nu? Ja, eigenlijk meer voor een video of zo. Maar ik zou nooit in mijn loner naar de Mac gaan. Alleen. Helemaal alleen. Nou. Zou ik niet doen hoor. Nou, ik ben met Bo. Ja, ik ben niet alleen. Ik zou niet. Stuur s'avonds lang even in mijn eentje door de trein gaan. Nee, dan heb ik dan voel ik me echt. Nee. Dan zegt haar broer, wie heeft er dikkere billen van het eten, jij of Isabelle? Ik heb dikkere billen van het eten. Ja, jij hebt dikkere billen van jezelf. Ja, want ik had het al, altijd al. Maar vroeger niet hoor. Nee, wel erger geworden. Heel erger. Nou, mensen weten echt haar niet in het echt, in jouw kont is. Zo gewoon mooi hoor, maar ik heb ook echt kont, dat je denkt, jezus. Wat een. Ze hebben ook gewoon een kom, maar wel gewoon, pas wel gewoon bij jou. Ja, het is niet dat je denkt, zo dus er komt één blubber mevrouw aan. Want het is, zeg maar, als je me van voor, het is niet opeens dat ik zulke heupen heb. Nee, je bent wel hele gewoon mooie, je bent gewoon zo, maar niet dat je echt, dat je echt denkt van die slank, die heeft echt een reet eraan hangen die op de grond hangt. What the fuck? Oké, geef mij eens nog even een hot wingetje. Ik zat te voelen.
Hoe zien jullie je toekomst voor je? Zo. Nou, als het even mag, wil ik daar alsjeblieft niet over nadenken. Ik wil gewoon doen wat ik leuk vind. Maakt niet uit. Ja, ik zie mijn toekomst echt gewoon dat ik een baantje heb en dat ik gewoon nog met heel rijk omga, met jou gewoon. Of ja, rijk hoeft van mij echt niet. Dat is echt geen goal voor de toekomst of zo. Ja, tuurlijk wil je dat wel. Tuurlijk wil je wel geld verdienen. Ja. Maar ik wil niet rijk zijn, ik wil het gewoon breed hebben. Ik wil niet over geld kunnen. Ja, wel over nadenken, maar gewoon dat ik op vakanties kan. Ja, dat gewoon, ik dan ben je al gelukkig. Maar ik hoef niet stinkend rijk te worden. Nee, ik ook niet. Ik wil ook geen verwend mes worden. Ja, dan. Maar ook niet mijn kinderen of zo. Nee. Oké, heb je al uit. Maar ik wil zeggen, als ik rijk ben, zou ik echt niet alles mijn kinderen geven wat ze willen. Nee, ik kan niet. Ik ga ze ook gewoon zo hard naar het laten fietsen naar school. Nee. Jawel. Nee, dat vind ik zo zielig. Zou het is niet zielig. Dat hebben wij het ook gedaan. Zij waren wij zielig? Ja, ik vond het echt niet normaal. In ieder geval, ik ga niet zo ver weg van school wonen. Ja, maar ja. Ja. Wij moesten gewoon 3 kwartier fietsen. Nou, ik zou mijn kind zo hard laten fietsen. Ja, ook echt moe. Ik vond het ook verschrikkelijk. Alsof jij dat nu kan. Alsof jij nu naar Alphen zou fietsen. Nee, maar wat ik verwend ben. Ik kan niet. Ik wil ook geen verwend mes worden. Ja. Ik wil mijn kinderen niet verwenden. Die gaan gewoon lekker fietsen naar school met hun vrienden. Hoe is het met jullie? Nou, prima. Ja, kutvraag. Wat vinden jullie het leukst aan elkaar? Niks. Nou, ik wil zeggen alles. Nee. Het leukste aan jou vind ik dat ik Isabel gewoon zo goed ken. Gewoon al mijn hele leven. En dat ik gewoon mezelf kan zijn. Ja. Gewoon dat ik, het maakt niet uit wat ik zeg, wat ik doe, wat er gebeurt. Wat echt gewoon nul schaamte. We gaan samen in bad. We hebben niet schaamte, niks. Nee, dat was echt een half jaar geleden of zo. Ja. Maar het voelt letterlijk als mijn zus, omdat we naast elkaar zijn opgegroeid. Gewoon. Ja, dat vind ik gewoon het leukste met jou. En dat vind ik ook. Gewoon echt. Als we een ruzie hebben, want er is 2 weken geleden in het weekend of zo echt iets gebeurd. Vorige week dan echt iets bizars kunt. Ja. En toch blijven we vriendinnen of zo. Ja, als ik dit met een andere vriendin had, had ik diegene nooit meer gesproken. Nee. Nooit meer. En nu zitten we weer bij elkaar na, als er maar niks is gebeurd. Nou, dezelfde dag al. Ja. Nou, toen ik de volgende dag mijn spullen kwam. Oh ja. Ja, was zo ik was zo boos, maar mijn auto, de auto en mijn spullen lagen nog bij Bo. En Isabel en Bo waren bij Bo thuis. Dus ik zo open, aanbellen, zo hoi tegen elkaar. Ik zo naar boven, spullen pakken, doei. Dat was het. Ik wist gewoon niet wat ik moest zeggen. Nou, ik wist dat ik niks wil. Ik wilde niks zeggen. Ik dacht, ik wil jullie nooit meer zien. Wow. Ja goed, dat gaan we niet meer hebben, maar... Nee. Ja, zo, we zijn het hotbox hier, joh. Zo! Ik was beslagen. Ik heb het ook bloedheet. Oma vindt het ook lekker, hè, de kip. Oh! Ik kan aan oma geven. Ja. Slechte gewoonte, dat is geen vraag. Ja, wat is slechte gewoonte? Oh. Nou, dit. Ja, dit. Slecht eten, echt. Slecht eten. Dat is echt... Ik wil zo graag afvallen, maar ik ook. Jij hebt gewoon een platte buik. Als ik een broek aan doe, hangt het over mijn buik. Het eten. Je kan sporten wat je wil, maar het is eten. Ja, als je slecht eet, heeft het echt geen nut. Nee. Gewoon nul. Dus dat. Ja, ik ga binnenkort daar even letten. Ik voel me nu gewoon ook dik als ik een kolter aan heb. Dan voel ik die onderkleren. Ja. Dat heb ik heel snel. Yes. Kijk hoeveel we nog hebben. Ja, die hele bucket nog. En we hebben hier ook nog. Hoeveel? Valt mee. 1,5, 2. Nee. Maar ik zit ook propvol. Want reageert, hoeveel moet ik betalen voor een naaktfoto? Echt? Oh, dat heeft u wel eens vaker gevraagd hier. Ja, 1 miljoen, daar zou ik het voor doen. Ik zou het over 100.000 euro doen. 10.000? Gewoon zonder mijn hoofd, ja. 1000 euro. Nee, 1000 euro. Ja, ik ben ook priceless. Oh, het is zo vol. Ik heb echt super veel zin in een ijsje nu. Even wat koud.
Ja, ik zit echt vol, ik zit echt niet meer. Ja, ik zit wel vol, maar ik heb geen zin meer om te eten. Het is dik weer, is te dik geworden. Ja. Goh, ik voel me echt gewoon een vetzak. Gewoon alsof mijn hele lichaam bestaat uit vet. Ja, dat heb, maar dat, bij mij is het echt. Ik ben zo dik. Jouw lichaam is fucking mooi. Kijk even naar andere mensen lichaam. Ja, weet ik, maar die... Oké, jongens, we gaan de video afsluiten, want we zitten echt niet normaal doodvol. Ja, we hebben daar over nog een paar dingen. Nou ja, we hebben dit over. Valt op zich wel mee. Ja. En we gaan of aan onze oma geven of vanavond nog opeten. Ik denk dat ik er vanavond echt wel weer honger in heb, want het is nog maar... Het is 6:15. Normaal eet ik pas om 7:30 of zo. Ja, ik wil gewoon om 6:00, dus. Oh. Ja, als ik met de apotheek ben. Ja. Nou, ik hou van jou. I love you! This is my baby. Zuster. Maar ja, ik hoop dat jullie dit video leuk vonden. Vergeet zeker niet om een duimpje omhoog te geven. Als je vaker een mukbang met Isabel wil zien, of vaker een mukbang. Of een video. Of een video überhaupt. Nee, geef een duimpje omhoog als je met mij en Isabel een mukbang wil zien. En dan zeg je erbij in de reacties wat voor mukbang je wilt zien. Ja. Dat moet even. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ja, ik hoop het ook. Follow me in Instagram, Sarah Verwoerd. En follow Isabel, Isabelle DH, laagstreepje. Ik ga die wel even een keer veranderen, ja. Ja. Ik heb ook even een leuke foto. Zullen we vanavond foto's maken voordat we weg? Ja. Bij jouw huis. Bij mijn huis. En dan gaan we het vragen aan je moeder. Ja, dat is een foto van ons. Ja. Ja. Leuk! Vergeet zeker niet te abonneren natuurlijk ook. En mijn andere video's te checken. En notificatiebel aan te zetten. Volgens mij luistert niemand hier iemand naar. Nee. Iedereen is nu al lang weggeklikt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei.